Goedemorgen, fijn dat je weer luistert. Pel de laagjes er maar af. Bomen groeien hun takken omhoog en met hun wortels naar beneden, de aarde in. Ze groeien elk jaar dat voorbij gaat, ook in de breedte. Terwijl zij dit doen, werpen ze de schors af die diende om ze te beschermen, maar die niet langer groot genoeg is voor de groeiende boom. Op dezelfde manier creëren wij grenzen en ontwikkelen we afweermechanismen om onszelf te beschermen, totdat we ze op een bepaald moment zijn ontgroeid. Als we onszelf niet toestaan onze beschermlaag af te werpen, kunnen we ons ook niet ten volle ontplooien. Bomen hebben een beschermlaag nodig om het delicate proces van groei en vernieuwing zonder gevaar tot ontwikkeling te laten komen. Op dezezelfde manier moeten wij onze eigen grenzen en afweermechanismen handhaven, zodat de meest kwetsbare delen van ons op een veilige wijze kunnen helen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Onze groei hangt echter ook af van ons vermogen om onze grenzen en afweermechanismen af te breken, los te laten en er afstand van te kunnen doen, als we ze niet langer nodig hebben. Het is in het leven vaak zo dat de structuren die we opbouwen om onszelf te helpen groeien uiteindelijk een belemmering worden. In tegenstelling tot een boom moeten wij bewust besluiten wanneer de tijd is gekomen om onze barst af te werpen en onze grenzen te verleggen, zodat we onze volgende groeicyclus kunnen gaan. Veel spirituele leraren hebben aangegeven dat er zoveel van ons ego zal verdwijnen en dat er genoeg overblijft van onszelf, ons ware zelf. De grens van het zelf breidt zich uit om mensen en wezens te bereiken die anders zijn dan alleen maar ik. Iedere keer dat we een laagje afweer van onszelf afwerpen of een andere grens trekken, worden we metaforisch gezien steeds meer volwassen. Met dit alles in gedachten is het belangrijk dat we de tijd nemen om onze grenzen en afweermechanismen aan de kaak te stellen. Terwijl het van wezenlijk belang is om onze beschermende grenzen, die we op een bepaalde manier hebben getrokken, vast te houden en te respecteren, is het net zo belangrijk dat we ze verleggen en loslaten als de tijd gekomen is. Door dit te doen, creëren we de ruimte voor de volgende fase van ons leven en voor onze groei. Namaste.